Ik ben bijzonder veel genoegen dat we hier in Zoetermeer vandaag starten de bouw van 40 jongerenwoningen. Jongeren zijn belangrijk voor Zoetermeer. Ze brengen reuring en houden de stad jong en levendig. Als we jongeren kunnen verleiden om in de stad te blijven wonen of er na hun studie een carrière weer terug te keren, dan geeft dat een impuls aan de stad. Als de goede woning zijn wij de afgelopen jaren nog wel eens beschimpt in de zin van jullie zijn een traditionele woningcorporatie. En dat klopt. Wij rekenen soms wel eens een keer extra. Dat klopt ook. Maar wij bouwen nu nog en dat klopt ook. En ik denk dat dat wel een hele belangrijk verschil maakt. Wat ik zag op de tekening ziet er prachtig uit. Tegelijkertijd kwalitatief heel goed. Goede milieuvoorwaarden. Betaalbaar. De huur in de orde van €360 las ik. Een inkomen wat er voor in aanmerking komt is er dan huurtoeslag, waardoor het allemaal zeer, zeer betaalbaar is. En ook voor de opbouw van je stad, waar je natuurlijk ook jongeren een kans wil bieden, is het fantastisch dat dat kan. Dan probeer ik me ook maar te richten op wat hier vandaag gebeurt en op partijen als een gemeente Zoetermeer en een woningstichting De Goede Woning, die met elkaar proberen, en ik denk dat dat ook een beetje de oplossing en de sleutel moet zijn waar we aan werken en waar wij overigens al een hele tijd aan werken, om met elkaar het schijnbaar onmogelijke toch weer mogelijk te maken. Ik ben er trots op dat De Goede Woning en Onder de Groot in Zoetermeer willen blijven investeren en een bijdrage leveren aan het woonplezier van jongeren in Zoetermeer. Wij doen dus niet mee aan al dat gesomber. Vorig jaar zijn we door de 123.000 inwoners gegaan. En we zullen best nog een beetje doorgroeien. Een aantal grote bedrijven hebben besloten zich hier te gaan vestigen. Dus wij gaan op volle kracht vooruit. En dan is het extra fijn dat de minister die onder andere over wonen gaat, over de bouw gaat, vandaag hier is allemaal hartelijk welkom. En ik ben blij dat wij zo'n mooi feestje met elkaar hebben hier bij de start van de bouw van 40 jongerenwoningen. Dank u wel. 4, 3, 2, 1... En die sowieso, ja, dat is gevonden. De schudden. En die jongen die pakt de rest van het buiten het even. En die schudden met die 3, 2, 1, niet. Deze feestelijkheden hier heerlijke hap. Ik weet het. Op de jeugd, op de toekomst.